We gaan even overschakelen, want onze goede vriend Jos Verstappen die heeft weer gereden afgelopen weekend in de Grand Prix in Canada. Als het goed is hebben wij contact. Hallo? Hallo. Ja, Jos, goedemorgen. Even over de wedstrijd van afgelopen zondag. Hoe ging het? Ja, het was eigenlijk een hele teleurstellende wedstrijd. Ja. Ja, als je op een gegeven moment zesde rijdt, dan geef je dat niet meer uit handen. Nee, precies. Maar op een gegeven moment gaan we dus eigenlijk buiten mijn schuld om... Ja, vallen we uit en gaan we dus alsnog met lege handen naar huis. Ja. Rijden in de punten, heb je geen één punt. Ja, precies. Hé, maar de start die ging wel heel erg goed, hè? Ja, nou, de start ging eigenlijk altijd wel goed. Ja. Daar hebben wij gewoon het voordeel dat we met een goedkope auto rijden. Ja, hoezo? Nou, op die duurdere auto's, daar zit overal een startonderbreker op. Dat moet dan voor de verzekering, maar bij die van mij hoeft dat natuurlijk niet. Nee. Dus ja, dan ben je gewoon, ga je eerder weg en pak je gewoon toch 3-4 plaatsen aan het begin van de wedstrijd. Ja, precies, ja. En toen kwam die verkeerde pitstop, dat was iets met je radio geloof ik, hoorde ik. Ja, de radio die was stuk, was ook zoiets. Ja, ongelooflijk, mag niet gebeuren, maar... Ja. En op een gegeven moment ik kon dus het team niet meer horen boven de cd's uit. Ik heb dus een cd-wisselaar aan boord. En ik kon gewoon het geluid van het team niet meer horen boven de cd's uit. Nee. Ja, maar... toen wist ik niet wat ik moest doen. Dus ik ging gewoon op het pitbord gekeken. En toen zag ik op een gegeven moment dat ik binnen moest komen. En ja. toen ging het hele veld weer rijden. Ja. Was precies op het verkeerde moment. Ja. Maar wacht even, jij hebt een cd-wisselaar aan boord? Ja, ik heb aan boord een cd-wisselaar. En dat draai ik onderweg tijdens de race cd's met racegeluiden. Bijvoorbeeld cd 2, dat is een cd met het geluid van Ferrari. Ja, nou goed, er was nog iets aan de hand, want je ging namelijk vlak voor het einde van de wedstrijd in de slip, hè, met die... Hoe was dat? Nou, je vloog er toch uit? Ja, maar dat was omdat we op een gegeven moment problemen kregen met de remmen. Die explodeerde gewoon. Dat was niet omdat ik met de hand in mijn slip sta. Dat gaat sowieso niet. Nee. Dan pak ze het helemaal tot boven toe dicht. Dus nee. Ik hoop sowieso niet gewoon tijdens de race. Nee, kun je er eigenlijk gewoon niet bij komen. Prima. Hey, en is er nog wat verbeterd aan die auto? Want hij ging wel hard op zich. Ik moet zeggen dat het team goed gewerkt heeft om de auto zo optimaal mogelijk te krijgen. Ja. We hebben wat gewicht verloren. Ja, hoe? Hoe heb je dat gedaan? Dus we hebben de reserveband die hebben we eruit gehaald. En we hebben qua aerodynamica hebben we ook wat vorderingen gemaakt. Sinds deze Grand Prix hebben ze dus de kentekenplaten eraf afgehaald. En dat geeft toch iets meer downforce. Downforce, ja. Hey, Bernoldi, je teamgenoot, die ging er ook uit, hè? Die ging er ook af. Ja, die ging er op een gegeven moment ook af. Ja, dat heb je gezien ook. Ja, we hebben eigenlijk gewoon niet zo goed weekend gehad. En we hopen gewoon dat de volgende keer beter te doen. Ja, heb je gehoord hoe dat gegaan is met Bernoldi? Nee. Nou, er lag een papiertje op waar een hamburger in gezeten heeft. Kwam in zijn motor. Ja, nou ja, het verbaast me eigenlijk niet zo. Dat wil zeggen, ik heb 2 weken geleden nog tegen Bernoldi gezegd dat hij niet met die auto door de McDrive moet rijden. Dat is gewoon niet goed voor die wagen. Daar liggen allemaal troep en voor je het weet heb je het in de motor. Goed, ik begrijp het. We gaan afsluiten, Jos. Ik spreek je later. Veel succes. Oké, dank u wel. Oké, dag Jos. Jongen, niet door de McDrive met die auto. Wat die gasten allemaal aan het doen zijn, maar goed. Zal wel. Hey Ronald. Come on, yeah. 12 juni vandaag, vanochtend bewolkt met in het noorden een spatje regen. Vanmiddag vrij veel zon. Dus het staat die academie beweert. Als ik kijk naar buiten, ik geloof er echt geen hol van. Ik denk, hoe komen ze erbij? Zon. Maar goed. Temperatuur maximaal 18 graden vandaag. 10 voor 9, hier is Ronan Keating.